Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. Voor het eerst ben ik gewoon net zo groot als iedereen. Ja, dat is wel geniaal, ja. We hebben gewoon een serieus gesprek gehad. Dat was voor het eerst sinds al die jaren. Het is ook nog opgenomen. Ja, dat is fout. Ja, dat zei net ook al. Het is eigenlijk net een dorp, want je ziet alleen maar bekende gezichten. Welkom bij een nieuwe Rudo vanaf een nieuwjaarsborrel van meerdere partijen in Leiden. Waaronder Koninklijke Horeca, Ondernemend Leiden, Centrum Management is hier in de Nobel. En ik ga zo naar binnen kijken of de mensen nog een beetje goede voornemens hebben qua ondernemerschap in dit nieuwe jaar. Rudo! Lang zal die leven, lang zal die meezingen. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria. 50? 50? Hoe vaak is dat zo? Jij bent dus gelijk op camera hierboven. Ja, ja, ja. Oh, heel goed. Hij veerde op toen jij binnenkwam. Daar is hij, daar is hij. Daar is hij, maar 50, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Rudo. Ja, dankjewel. Maar wordt daar vanavond toch voor je gezongen, denk je? Je wil het niet zijn, maar je wil het wel worden, hoorde ik vandaag iemand zeggen. Nou, oké. Dat vind ik eigenlijk wel een... Ja, je wil het niet zijn, maar je wil het wel worden. Ja, mooi, ja. 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 Mooie wijsheid. Ja. Voor wat voor dingen geldt dat nog meer? Ja, dat geldt voor heel veel dingetjes, ja. Nou, ik heb vooral de hele dag geprobeerd een zaak te bouwen bij mijn dochters. Dat ik nog steeds geen boomer ben. Ja, maar ik de definitie van... Maar ik, het is compleet geloofwaardig. Ik ben 42 en mijn dochter noemt mij dus ook een boomer. Ja. Nee, dus aan zich, het is compleet ongeloofwaardig. Ik ben 31, dus dat valt. 31, maar jij ziet er ook uit als 50, dus je hoort er wel een beetje... Yo, maar hoe krijg je dit nou verkocht thuis, dat je op je 50ste verjaardag een borrel hebt? Ja, dat ik gewoon heel veel mensen voor mijn verjaardag heb uitgenodigd. Dus ik heb mijn dochters meegenomen. En, ja, die staan daar. Heel stiekem duiken ze voor de camera weg. Dus, ja, nee, dus die, en we gaan straks lekker uiteten. Dus, voelt het bijzonder, 50? Ja, in alle eerlijkheid is dit wel een dingetje. Ik vind hem wel lastig. Ja. Maar ik ben op de helft, dus daar moet ik maar even bij houden. Op de helft word je 100? Jawel. Ja, ik had het, nou, heel gek, maar toen ik 40 werd, ik had nooit wat met mijn leeftijd. Ik dacht, joh, prima. Maar toen op een gegeven moment, je begint op een of andere manier toch een beetje na te denken. Ja. Zijn er nog dingen die jij echt wil doen dan? Oh, nou, ik heb geen bucketlijst meer. Maar ik heb wel een heleboel leuke dingen gedaan al. Maar nee, ik heb nog wel heel veel zin om mooie dingen mee te gaan maken. Directeur van Leiden Marketing, moet jij zo meteen ook op het podium? Ja, goed, wij zijn een beetje met elkaar gastheer hier. Maar moeten wij inzetten straks? Nee, dat hoeft dus. Nee. Nou, misschien. Wij gaan gewoon heel functioneel en we gaan een mooie prijs uitreiken. En we gaan wat mensen in het zonnetje zetten. En hopelijk gaan we gewoon het nieuwe jaar inluiden met elkaar op een mooie manier. Ja. En dat mag zonder inzet van... daar gaat het niet over. Ik ben er niet helemaal gerust op als ik Gijs zo zie. Ik kan hier verder niks over zeggen. Nou, ik wens je in ieder geval... dat moeten jullie samen even uitzeggen. Ik ga snel door. Rudo! En een gelukkig nieuwjaar. Jij ook, Rudo. Ja, dankjewel. Hoi. Het voelt een beetje gek, want het is al 17 januari nu. Hè? Is het al 17 januari? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Het gaat hard. Ja. Ja. Heb je goede voornemens? Zijn ze al overboord? Heb ik niet. Oh, je wil weten ook groeien? Nee, ik heb geen groeien. En zakelijk? Zakelijk, ja, druk. En één treetje lager komen staan. Even voor een treetje zeker. Zo, dat... Kijk, voor het camerabeeld is het heel... Nog eentje lager, Rudo? Dan... Ja, dat is goed. Zakelijk gezien, ja. Moet je eens even voor de kijkers Stichting Werken Ondernemen? Ja, maar dan moet je eigenlijk bij Arie zijn, hè? Je moet eigenlijk mij niet nemen, je moet Arie nemen. Arie is woordvoerder. Ja. Zullen we er maar overslaan ermee, even? Serieus? Nee joh. Nee, ik weet je, ik... Maar hoe... dan ga ik naar Arie. Ga naar Arie. Ik ga naar Arie. Rio! Arie, ik moet jou hebben. Oké, waarvoor? Mag ik hem even lenen? Ga jij vooral je gang. Ja, nee, ik had net gevraagd aan Martin. Je bent, nee, ja, heb jij nog een muntje voor me? Ja. Nee, ik begreep dat als ik moet weten wat de goede voornemens zijn van Stichting Werk en Ondernemen... Dan moet ik bij jou zijn. Oh ja, ja, dat klopt. Stichting Werken Onderneming is het bijna. Onderneming, sorry. Maar, klein verschil, maar inderdaad de goede voornemens. En die bestaan nu al een aantal jaar. Dat is dat we meer ruimte krijgen voor ondernemers in Leiden. Dus meer aandacht voor bedrijventerreinen. Kijk, er wordt heel veel aandacht voor wonen. Goeie zaak. Maar al die mensen die wonen ergens, maar die moeten ook ergens werken. En iedereen moet de auto uit. En dan kan je niet zeggen tegen alle bedrijven, ga maar in de polder zitten. Hoe moet je daar komen? Op de fiets.
En er komen steeds meer micro-ondernemers, ZZP'ers bij in het Leidse. En dat zijn niet allemaal mensen die een kantoorruimte hier op de Breestraat of in het centrum kunnen huren. Dat zijn ook mensen met een hele kleine beurs. Wat gaan we daarvoor doen? Want voor die mensen is 100 euro per maand serieus geld. Als jij net al met jouw bedrijfje als micro-ondernemer iets boven het bijstandsniveau zit en je moet nog bedrijfsruimtes gaan huren, ja, dan heb je echt wel een probleem. Dus dat is onze focus. We zijn al een aantal jaren mee bezig, maar we beginnen nu eindelijk ook aandacht te krijgen hiervoor binnen de Leidse politiek. Sowieso is het een hot item in de landelijke politiek ook. Maar goed, dat is ons voornemen en dat is waar wij dit jaar enorm voor gaan knokken. Nou, klinkt alsof je daar wel een kluif aan hebt ook. Ja, daar hebben we een behoorlijke kluif aan. Ja, voor een aantal jaren. Dus het voornemen is een meerjarenplan. Zo, nou, ik ben blij dat je weer even gesproken hebt en ik ga zelf mijn eigen drankje doen. Ja, dat is goed, joh. En als ik jou als zelfstandig ondernemer nog een steuntje in de rug gegeven, dan wil ik graag dat drankje voor je betalen. Nou, wij zijn nu samen met Sleutelstad en we zitten in een van jouw panden. Ja, dat klopt. Ja, mooi. Ben je al een soort van muurbaas? Ja, dat klopt. We doen al zaken. Rio! Hallo, mag ik even lenen van je? Kom maar bij. Ik ben zo blij met die trappen hier, want ik ben voor het eerst ben ik gewoon net zo groot als iedereen. Ja, dat is wel geniaal, ja. Fijn dit. Ja. Dat is een verschilletje dit, hoor. Ja. Maar Kirsten, ja, goed. Ja, hoe lang hebben we elkaar niet gezien? Ja, een tijdje. Anderhalf jaar? Nou, live wel, denk ik, ja. Hoe is het? Het is goed. Nou, voor de mensen thuis, Kirsten, onder andere van de Vrouwentop 50. Hoi. Komt er nog een Vrouwentop 50? Ja. Ja, toevallig zijn ze daar heel druk mee bezig nu. Zijn allemaal aanmeldingen geweest. Echt meer dan 150 aanmeldingen. Super tof. Ook weer heel veel nieuwe namen. Ja, echt 150 nieuwe namen. Want als je in die top 50 staat, kom je er niet nog een keer in. Nee. Of kan ook? Okay. Je bent top 50 voor live. Ja. Maar kan je een tipje van de sluier oplichten dan, of niet? Nee, 8 maart dit jaar. Oh, Internationale Vrouwendag. Hè? Is de bekende. Ja, Brigitte, zet je hem alvast in je agenda. Ja, wordt ja goed, heel goed. Ja, maar wat is jouw goede voornemen dan voor maatschappelijk lijden? In dit geval, hè? Ja, voor maatschappelijk lijden. Om zoveel mogelijk mensen basisvaardigheden te helpen ontwikkelen. Zodat iedereen op zijn of haar eigen tempo een rol heeft in lijden. Maar wat is een basisvaardigheid dan? Dat is bijvoorbeeld, hoe ga ik om met mijn geld? Hoe hou ik mijn huishoudpotje op orde? Als ik tekort kom, hoe deal ik daarmee? Of welke regelingen zijn er dan? En wie kan mij daar ook bij helpen? Zijn er veel mensen in Leiden die dat niet kunnen? Ja, helaas wel. Ja. Heb jij het ook wel eens, dat je aan het eind van de maand denkt van, oh jee, mijn geld is op? Ja, maar meer vanuit een luxe problematiek. Gelukkig, kan ik zeggen. Met wie ben jij hier dan vandaag? Met mezelf. Oké, okay, ja, want je stond al lekker te netwerken. De wereld is groot, Corine. Ja, wat dat betreft zijn het ook allemaal, het is net een dorp Leiden. Je komt alleen maar bekenden tegen. Ja, is ook leuk. Ja, is goed. Fijn je weer even te zien en ga weer netwerken, want ik had je net gestolen daar. Gaan we doen, dankjewel. Rio! Hey, kijk nou eens eventjes hier. Kom even tussen de grote drie staan. Grote drie? Ja, nee hoor. Nee. Nou, dat ik dik ben, Rudo. Maar begin even bij jou, Tjeerd. Heb je de vacature al vervuld? Wat wil je? Heb je de vacature al vervuld? Ik heb wel een aantal sollicitanten, dat klopt. Ja, even voor de mensen thuis. Jullie zijn bij het marathonbureau, want jij bent de steert van de Leiden Marathon. Zijn jullie op zoek naar iemand die een hond leuk moet vinden, die mok leuk moet vinden en die niet vies is van werken? Precies. Wat zoeken jullie? En dat laatste, dat gaan we onderling wel regelen. Nee, het moet wel een beetje administratief gericht mens zijn. Maar het is voor ons heel belangrijk dat ze om kunnen gaan met mensen uit alle lagen van de bevolking. Want iedereen loopt hard en iedereen wandelt. Je bent echt op zoek naar iemand voor de administratie voor de Leiden Marathon. Ja, precies. En ze moeten kunnen werken met ons. Nou, wij zijn een speciaal clubje. En we hebben een hond daar. Dus ben je allergisch voor een hond? Ja, dan hoeven we niet te solliciteren. En dan weet je dat alvast. Dus dat roepen wij erbij. Ja. Dus, en dan mochten mensen willen reageren of willen kijken, moet je kijken op marathon.nl. Hè? Marathon.nl of info@marathon.nl komt er meteen aan. Ja, en even vast voor de agenda, Leiden Marathon, wanneer is die? 11 en 12 mei. En je moet inschrijven, want het loopt heel hard. Echt heel hard. Wel leuk dat een marathon hard loopt. Ja, ja, nou ja, daarom zeg ik het ook. Hey, waar is Wouter nou gebleven dan? Ja, Wouter is gevlucht. Ja, ik ga even naar hem op zoek. Ja, is goed. Rio!
Hallo. Hallo. Hoe is het? Ja, heel goed, dankjewel. Dat vind ik leuk om jou te zien. Voor de mensen thuis, dit is Monique. Ja, Monique is van... TVV-leider. Ja. En vroeger kwam jij altijd elke week bij ons in de studio... Klopt, ja. ...om te vertellen wat voor leuks er te doen was in Leiden. Ja, voor de uittips inderdaad, voor op de radio. Ja. Maar doe je dat allemaal nog steeds bij de VVV? Ja, zeker. Al heel veel jaren. Dus dat blijf ik ook nog even doen, want het is gewoon zo ontzettend leuk werk. En hoe belangrijk is het voor jou om dan hier te zijn? Ja, het is leuk om te zien alle mensen waar je eigenlijk het hele jaar door mee samenwerkt. En niet alleen wij als VVV, maar ook onze collega's van Leiden en partners vooral. En er zijn veel belangrijke partners in de stad. En dan is het goed om elkaar weer even in levende lijven te zien. Ja, heel goed. En met wie sta je nu te netwerken dan? Dit zijn de dochters van onze directeur. Ja, heb je ze al gefeliciteerd? Zeker. Ja, Martijn is vandaag een belangrijke leeftijd geworden, wat hij niet zo leuk vindt. Nee, we mogen ook niet gaan zingen straks. Nee. Maar hij gaat straks lekker uit eten met zijn dochters, dus vandaar dat die hier even zijn. Ja, dus dat is helemaal leuk. En hiernaast me staat Astrid, mijn collega. Dus dat, maar we komen net binnen, dus we beginnen net met het netwerk gebeuren. Hartstikke goed. En we zitten vandaag aan lekker de... aan de rode wijn, dus ik zou zeggen proost. Rio! Wat heb jij een lekker opvallend pakje aan vandaag? Oh my god. Ja, gelijk bij de ingang, Trudy. Ja, hallo. 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 Hoe is het? Ja, goed. Ja, 2024, nieuw jaar. Nou ja, eigenlijk zijn we al... We zijn al heel erg op weg, hè? Wat gaat dit jaar voor jou brengen? Oh my god. Ik had een heel leuk jaar natuurlijk met al die grote openingen en de reunie van het Stedelijk. Waar jou het Ruud de Kwik evenementen. Wij zijn bij Stadium, bij het gymnasium geweest. Ja, ja. De sporthal werd geopend en jij organiseert dan die feesten. Ja, en dat geeft een enorme kick en veel energie. En ik heb eigenlijk wel weer een heleboel mooie dingen al op de rit staan. Dus in de pijplijn, zoals je dat zegt. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga mijn ginfestivals weer doen. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Ik ben ook uitvaarbegeleider. Dus daar heb ik ook nog... Ik kan nog geen plan, hoor. Nee. Nou, dat hoeft ook niet, gelukkig. Ik heb er wel zin in eigenlijk. Ja. Ja. Nou, en nu, wat hoop je dan hier op zo'n borrel vandaag? Nou, ik ben nog niet verder gekomen dan de deur. Maar al ontzettend veel mensen gezien. En ik heb wel zin om te luisteren naar de burgemeester. Want die gaat het over ondernemerschap hebben. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja, en gewoon een hoop mensen weer te zien. En ik hoop dat er een hoop jonge mensen zijn. Want ik merk in mijn omgeving dat jonge mensen het live netwerken heel moeilijk vinden. Ja, want ik... En hoe gaan we die nou ook erbij krijgen? Ja. Dat is eigenlijk wel een hele mooie uitdaging. Ja, hè? Nou, dat vind ik wel. Want wij worden met z'n allen ook steeds ouder. Nou, ik heb er vandaag geprobeerd 2 mee te krijgen. En niet toen haken ze af. En waarom dan? Met wat voor reden? Ja, een beetje eng. En het is net als dat de jonge mensen ook bellen niet meer zo leuk vinden. Ik roep het al een tijdje van, hoe ziet ons netwerk er over 20 jaar uit? Nou, dan denk ik dat wij er lopen. Dan zijn wij er gewoon nog steeds. Ja. Nou, in ieder geval wens ik je een mooie borrel en tot snel weer. Ja, jij ook. Dankjewel. Rio! Was je nou voor me aan het vluchten? Ja. Ja ook. Laatste keer dat wij elkaar spraken was Matilo Park, Leiden Zotzet. Dat weet ik niet meer, Rudo. Ja, wel. Mijn dochter die stond toen, die kwam niet voor Barry Badpark, maar mijn dochter kwam toen voor Antoon. Ja, en terecht ook. Ja, veel beter. Ja. Hey, wat 2024? Voor mezelf. In ieder geval geen Dry January, zie ik. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Dus dat is niet zo'n goed idee. Nee, ja, hetzelfde als 2023. Ik weet niet, voor mij is het een goed jaar. Dus dat scheelt. Maar komen er nog singles aan? Ook? Ja, in april. Als het goed is. En met een bekende zanger nog. En het gaat via een platenmaatschappij. Maar daar heb ik volgende week, of die week daarna, pas een vergadering over. Met die platenmaatschappij. Dus dat kan ik dan nog niet zeggen. Het gaat wel echt een grote zanger komen. Nou ja, groot. Lokaal, groot. In de scene, bekend. Hij wordt ineens gehad, dus op zich. Nou, moet het even in de gaten gaan houden. Ja, dus, dat zou ik zeker doen. Dan komen jullie in ieder geval bij Unity NL even langs weer. Zie je, nu, daarom was ik weg. Nee, is goed. Ja. Maar, daarom, dus, maar dit is al eigenlijk een soort primeur. Ja, als ik nog even doorpraat, weet ik ook wie het is. Nee, het heeft wel in de podcast gezeten al bij ons. Als je die luistert, dan ben je er ook. En waar kunnen we die podcast vinden? De Koning aan de Bar podcast, Spotify, iCast. De Koning aan de Bar, en daar zit al in met wie jullie wat gaan doen. Ja, je moet wel even 18 afleveringen doorspitten. Ja, maar dat ga ik nu doen. Ik weet wat ik vanavond ga doen. Ja, ik zie je snel. Luister, plezier, het is echt. Rio!
Laat die vrouw nou eens met rust, John. Ik wil zit ze niet, toch helemaal niet. Zit ze toch helemaal niet op te wachten? Nee, dat zit ze niet op te wachten, nee. Dus, hoe is het? Niet op je fotocamera? Nee, niet. Ik ben vrij. Oh? Met als ik het niet kwijt kan, dan. Even voor de mensen thuis, John Brussel. Ja, John Brussel, hallo. Wat ga jij dit jaar doen? Ik probeer te werken weer. Het is even wel minder geweest, maar dat... Doe je die profielsessies nog? Die doe ik ook nog steeds. Dus daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Maar doe ik dat tegenwoordig in mijn studio aan de Herenstraat. En niet meer in het centrum van de stad. Dat is wel jammer, maar het is te overkomen gewoon. Ja. Dus ja, het is zoals het is eventjes. En hoe oud ben jij nu? 62. Dus jij hoeft nog maar 6 jaar? Ik hoef nog maar 6 jaar. Kijk je ernaar uit? Nou, ik denk dat ik doorga tot mijn 80ste. Oh echt? Ja. Ik ben fotograaf, hè? Of je bent het niet. Dus dat houdt toch nooit op. Dat houdt niet op te bestaan. Ik vind het wel leuk dat wij nu ooit gewoon een keer gewoon een serieus gesprek gehad. Dat was voor het eerst sinds al die jaren. En het is ook nog opgenomen. Ja, dat is fout. Daar hebben we bewijs van. Ja. Ik ga de wethouder nog even een gelukkig nieuwjaar wensen. Helemaal top. Doe dat. Dus, ja, zie je. Gelukkig nieuwjaar, Fleur. Ja, gelukkig nieuwjaar. Hoe is het? Ja, heel goed. We zijn het jaar mooi en zonnig begonnen. Ja, dus als je nu terugkijkt op 23, je hebt wel heel veel bereikt en gedaan volgens mij, hè? Ja, we zijn heel hard voor de ondernemers bezig. En dat is ook belangrijk in deze tijd. En je ziet, het bloeit en het is voor Leiden heel belangrijk dat iedereen er ook met volle kracht ook in 2024 weer tegenaan kan gaan. En dan zijn er plannen voor dit jaar of dingen waar je echt heel leuk naar uitkijkt, naar goed naar uitkijkt? Nou, sowieso alle activiteiten voor de ondernemers, maar ook de samenwerking met de ondernemers. En we zijn op dit moment ook bezig met een toekomstplan voor de ondernemers, waar de ondernemers ook zelf aan hebben meegeschreven. En ik vind het ontzettend leuk om dat ook verder te brengen en ook met elkaar ook echt aan de slag te gaan. En hoe leuk is het nou of hoe belangrijk is het om hier nou rond te lopen bij zo'n borrel? Ja, heel erg belangrijk, omdat je natuurlijk ook iedereen bij elkaar hebt. Dus je hoort heel veel. Het is ook echt een netwerkevent. En Leiden is klein, maar dit is ook echt het momentum om elkaar... Dat zei net ook al, het is eigenlijk net een dorp, want je ziet alleen maar bekende gezichten. Ja, maar ook wel nieuwe gezichten. In principe wordt er ook gekeken dat je zo snel mogelijk iemand die ook hier gaat ondernemen, om die er ook bij te trekken. Maar inderdaad, dit is ook wel het grote positieve van Leiden, dat je elkaar ook snel weet te vinden. Leuk, maar ik wens je een mooie borrel. Ja, jullie ook. Heel veel plezier. Rio! Wat zie jij er nou weer prachtig uit? Ja, speciaal voor jou, Rudo. Maar is dit ik wist dat je zou komen. Ja. Ik dacht, ik moet een beetje proberen te kunnen matchen met jou. Maar is dit een statement of? Niet per se. Ze pakken zo saai. Ja, maar ik vind, mag je schoenen eens zien dan? Bloedrode schoenen. Maar tot hoever lopen ze dan? De cultuursector bloed. Nou ja, daarom zeg ik, is het een statement? Nee, we bloeden en aan de bovenkant rouwen we, ja. Maar moet jij zo ook het podium nog op dan? Nee, volgens mij moet ik gewoon even staan als decor. Okay. Maar ik dacht al dit... De derde boom van links, zoals vroeger, weet je nog? Ja. En wat was jij dan? Ja. Maar wat ga jij dit jaar allemaal doen? Heel veel. We knallen even stevig in met het cultuurfonds, waarschijnlijk laatste jaar. Maar dat gaan we natuurlijk groots. Met de grote bang. Groots doen, ja. Heel goed. Zo hoort dat toch? Goed je te zien, je ziet er goed uit, je haar zit goed. Gaat met jullie ook allemaal goed? Ja. Ja, ik, jou ook? Ja, heel belangrijk. Ja, mooi. Ja, dan ga ik nog even naar je overbuurman. En ja, die heeft ook een stevige winter op zitten tot nu toe. Dus, hoezo? Nou ja, vlak voor de kerst natuurlijk dat debat over de studentenhuisvesting. Oh zo, ja. Zo stevige winter. Zo is dat. Ik ga even, al een kaalslag, hè? Hoppa! Rio! We zijn bijna aan het eind van het programma. Maar ik ga nog even bij Mitchell staan, maar die is... Die is druk in gesprek. Ja, ben jij nou serieus aan het praten dan, joh? Nou ja, je moet toch iets serieus doen als je een rijtje hebt. Netwerk ook. Ja, altijd. Altijd. Ja. Altijd. Ja, het is belangrijk om je gezicht te laten zien op dit soort dingen. Dus, ik hoorde net van Guido dat het voor jou pittig was. Ja, afgelopen jaar, laatste debat van het jaar, hebben we het gehad over verkamering. Over studentenhuisvesting. En toen stond ik als enige partij 50 studentenhuizen in Noorderkwartier, De Kooi en Transvaal te verdedigen. Ja, dat was een heel lastig debat. Maar ja, goed, daar zie je echt wel het belang van de student en het belang van de bredere politieke partijen toch wel af en toe tegenover elkaar kunnen staan. Maar was dat leuk?
ik vind debatteren altijd leuk. Het is niet leuk. Zwaar, maar wel. Ja, maar het is niet leuk voor de inwoners. Het is niet leuk voor de bewoners van die huizen die nu een half jaar de tijd hebben om te verhuizen. Ja, ik vind dat nog steeds heel schrijnend. Dus voor mij was het een lastig debat. Voor die inwoners was het lastig. Maar ik ben blij dat we het gevoerd hebben en we hebben duidelijk laten zien waar wij voor staan. En hoe ga je dan na zo'n debat naar huis dan? Ben je dan moe maar voldaan? Teleurgesteld. Maar diezelfde avond hebben wij ons initiatiefvoorstel voor een jongerenraad unaniem door de raad gekregen. Ja, dus dat gezien, is dan weer een opsteker. Dus hebben we eigenlijk een dieptepunt en een hoogtepunt op dezelfde avond. Maar als je dan kijkt naar de laatste verkiezingen in Leiden en hoe jullie dan de gemeenteraad inkomen. Ja. Jullie zijn niet een of ander klein raar partijtje of zo. Jullie, het nieuws gaat over jullie. Jullie krijgen echt wel dingen voor elkaar. Ja, zeker. Ik ben super trots. Maar vooral op het team wat we hebben. Een team van alleen maar studenten. Mensen die actief in het studentenleven staan. Ja, mensen van 20 tot 25 jaar ongeveer. Ja, en om met zo'n team een professionele politieke partij op te bouwen. Ja, daar ben ik enorm trots op. Waar zit jij over 10 jaar? God, waar zit ik er over 10 tweede jaar, kamer? Rudo? Dat weet ik toch helemaal niet. Ja, zie jij die Tweede Kamer nog wel liggen? Nou, weet ik niet. Ik heb niet de ambitie om de landelijke politiek in te gaan. Nu nog niet in ieder geval. Ik vind lokaal veel te leuk. Dus je zal me hier zeker nog een aantal jaar zien rondlopen. Maar dit gaat het archief in, hè? Dus tegen de tijd dat jij daar op een gegeven moment wel rondloopt, dan laten we dit nog een keer zien. Hè? Ja, dan bel ik je op, inderdaad. Hey, ik wens je een succesvolle borrel. Dankjewel. Jij ook veel plezier. En we zijn ook aan het einde van het programma, dus we zwaaien even naar de mensen. Dag, dag. Tot volgende week. En proost. Dankjewel, proost. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.